Wilfried de Jong, de documentaire over Willem van Hanegem. Ja, verbonden aan het festival ook. Ja, wat voor indruk maakt deze documentaire uiteindelijk? Nou, het maakt wel een grote indruk en ik raakte er ook wel door geëmotioneerd. Ik denk ook te maken met het feit dat, dat zijn hoogtijdagen, hij is natuurlijk ouder dan ik, maar dat was mijn jeugd in Rotterdam. Dus, 1970 stond ik op de Coolsingel, dus je ziet dan het plekje met de Slavenbeursbank waar ik stond, samen met de familie. Nostalgisch dus? Ja, nostalgisch. Rotterdam in opbouw, Van Hanegem die weliswaar niet een geboren Rotterdammer was, maar echt toch wel een volbloed Rotterdammer werd. Dat vind ik heel mooi. En ja, je ziet ook, er waren eigenlijk beelden die ik nog nooit gezien. Ik heb best wel veel archief van Hanegem gezien, maar sommige dingen niet. En dan valt gewoon op dat alles met die linkervoet en vooral met de buitenkant soms vanuit stand een bal 30 meter verder plaatsen en secuur. Origineel, grillig, kon niet goed tegen autoriteiten, wat ik ook heel erg mooi vind. Aan het eind wordt hij ergens bij tegen Tsjechoslowakije voor het Nederlands elftal het veld gestuurd. Scheidsrechter. En dat doet hij gewoon 5 minuten over, omdat hij het er gewoon niet mee eens is. Laat hij in alles zien dat hij het er niet mee eens is. Dat vind ik ook heel mooi. En als u moet kiezen tussen al zijn passes en al zijn prestaties, wat is dan de mooiste pass of de mooiste goal? Het moment wat het meest blijft hangen als u aan Willem van Hanegem denkt? Oh, nou, dat is heel moeilijk. Voor mij was die goal tegen AC Milan, die kopbal, die is mij altijd bijgebleven uit de zwart-wit tijd. Maar ik vond nu het paasje wat hij gaf aan Johan Cruijff, ik meen tegen Argentinië, een heel kort stiftachtig balletje met links, waardoor die bal zo als een tol begint te draaien. En Cruijff die dat begrijpt en die bal van heel hoog vlak bij de keeper durft aan te nemen, die keeper omspeelt en scoort. Dan zie je gewoon dat eigenlijk Cruijff en Van Hanegem, die later ook in de Kuip bij het afscheid ook weer naast elkaar zitten. Dat gewoon de twee grootmeesters waren van het Nederlands voetbal voor mij. En is dat ook moeilijk om te zien dat nu is dat veel minder het geval. Het Nederlands elftal is natuurlijk verval geraakt. Is dat raar om te zien dat die vergelijk? Nee, kijk, Cruijff en Van Hanegem zijn iconen uit mijn tijd. Maar ik denk als je nu, ik was gewoon een tiener, zou ik maar zeggen. Maar de tieners van nu, die zien gewoon Memphis Depay of Virgil van Dijk. En dat zijn voor hun weer nieuwe iconen. Het zijn ook waanzinnige voetballers. Het is ook mooi om te zien, ziet ook al iets van de teleurgang. Hè? We maken de laatste dagen van Hanegem op en rond het veld ook mee. En dat hoort er ook bij. Het gaat ook weer een keer over. Hoewel Van Hanegem voor mij zo'n jeugdheld is, dat eigenlijk wel altijd in je hart gesloten blijft. En eigenlijk overal waar zijn naam genoemd wordt, ze zeiden het al, hoeft niet eens Van Hanegem achteraan te komen. Als Willem ergens op internet verschijnt, of het is altijd uitverkocht. Hoe verklaar je dat dan uiteindelijk? Omdat het, naast dat een hele goede voetballer was, die ook eigenwijs durfde te zijn, ook een hele lieve man. Dus ik heb de laatste weken, ik ben bezig met voorbereidingen voor groot feest met Willem van Hanegem. 21 februari in de Doelen. Dat wordt een heel groot feest trouwens. Eigenlijk nog een beetje geheim, maar AD organiseert dat. Dat is natuurlijk zijn krant. Dus er komt een avond met Willem van Hanegem met allemaal gasten en zo. Dus ik ben bij hem geweest 2 weken geleden nog. En naast dat je hoop plezier hebt, met 2,5 uur zitten kletsen met een stel mensen en met Willem erbij, is die gewoon ook voor sommige mensen heel erg aardig. Voor zieke mensen gaat hij gewoon op bezoek. Weet je, dan geeft hij geen rugbaarheid aan. Dan rijdt hij daar gewoon met zijn autootje in zijn eentje naartoe. Het is een hele lieve man. En dat schuilt ook achter dat beest wat zo goed was met die bal. En hij was er zelf niet bij. Is dat dan jammer of geeft dat ook aan van Willem kiest gewoon wanneer hij er is. Daar heb je gewoon mee te dealen. Het is toch een persoon waar je rekening mee moet houden met dat betreft. Wat ik mooi vind, deze hele film, fantastisch gemaakt door David Kleibert, is alleen maar archiefbeeld. Er is geen cameraman meer op uit geweest om wie dan ook te ontmoeten. Dus het zit heel erg in het verleden, in die tijd, dat Willem actief een voetballer was. Je gaat echt mee naar die tijd. Hoor. Ja, dus is het eigenlijk ook wel mooi dat we dus Willem niet in het hier en nu zien in die film. En dat hij het dan zelf ook niet is, vind ik ook alweer kloppen eigenlijk. Is ook alweer een goed statement. Verwacht je dat dit, als het vaker getoond wordt, dat heel Rotterdam uitloopt en misschien nog wel daarbuiten? Hoe bedoel je uitloopt voor wat? Voor deze film. Nou ja, hij komt op televisie, dus ik hoop dat mensen binnen blijven. Ik bedoel, zal het bekend worden? Gaat iedereen het erover hebben? Zal die populair zijn? Dat denk ik wel. Ik denk wel, omdat
Het voetbal is sneller geworden of zo. Maar je ziet toch zo enorm de kwaliteiten van zo'n bijzondere en eigenzinnige voetballer. Ja, dan mag het best wel in het verleden zitten. En het heeft ook met Rotterdam te maken. Het heeft met het succes van Feyenoord te maken. En ook met het feit dat we daar... Dat het Feyenoord dus ook weer heel lang niet het succes hebben. Wat nu ook weer misschien weer gaande is. Ja, dat spreekt altijd aan. En kan het ooit zijn dat er een nieuwe soort Willem van Hanegem opstaat? Of is dit een unieke man die gaat nooit meer geboren worden? Ik denk dat er vroeger het voetbal was wel trager. Dus ik denk dat je misschien iets langer aan een bal kon zijn. Dat Willem ook wel iets meer kon laten zien. Al werd hij ook af en toe op zijn huid gezeten. Maar ja, voor mij hoeft er geen nieuwe van Hanegem te komen. Weet je wel? Als je er eentje in je leven hebt meegemaakt, ben je spekkoper. En een vleugje Willem van Hanegem, zit dat in een speler op dit moment nog actief? Of is dat niet te bespeuren bij iemand? Ik zie het niet. Dankjewel.